Wat zou je alternatief zijn als dit er niet was? Wat had je dan gedaan, denk je, in deze moeilijke tijd? Ik had anders in deze tijd had ik echt thuis gezeten. Want anders had ik naast dit had ik geen werk gehad. Nou. En daarom is het maar goed dat het er is. Palmboompjes, een geïmproviseerd pop-up terras aan de Maas. Bedacht door Elise en Karjan. We gaan naar beneden. Ik denk het magisch van deze plek is dat het toch wel de pop-up bar is waar iedereen denk ik wel op hoopte. We zijn er, het is een soort van festivalsfeer, het is heel relaxed. Mensen bestellen zelf aan de bar. Ze werken voor dit evenementencentrum dat door de corona zo goed als plat ligt. En nu is daar dus een zeer ontspannen terras. Volledig relaxed chillen aan de Maas, ja. Ja, je zit je lekker en zelfs als het wat minder weer is, zit je beschut en met mooi uitzicht. Jullie houden mensen aan het werk, hè? Zo kan je het wel ja, stellen. Ja, zeker. Nou, we hebben nu inmiddels al 25 medewerkers in dienst. Velen die waren echt op zoek naar iets om het te overbruggen. En zodoende hebben we eigenlijk mensen toch werk kunnen aanbieden. En dat geldt eigenlijk in principe voor onszelf ook als eventmanagers hierboven. In plaats van feesten van 300 personen te geven, hebben we nu onze plekje palmboompjes gecreëerd. En werkgelegenheid. Het loopt goed, maar toch zijn er ook zorgen. Want het is nog niet helemaal duidelijk of palmboompjes ook mag van de gemeente. In het allerslechtste geval moeten de tenten deze week weer weg. Maar Elise weet wat ze wil. Een klein wonder. Dat het zo eventjes naar beneden valt en dat dan gewoon die tenten kunnen blijven staan. Ik denk dat dat nog steeds mijn allergrootste hoop is. Want ik kan het me gewoon niet voorstellen. Er zijn zoveel positieve reacties. Vanuit onze partners natuurlijk, maar ook mensen die hier komen en die zeggen nou, jongens, dit hadden jullie al veel eerder moeten doen. En gaan jullie echt stoppen half oktober? Ga je niet wat heaters ophangen? Ga je niet gewoon lekker door? Mensen zijn er zo blij mee. En wij zijn er ook heel blij mee. Dus wij zien eigenlijk alleen maar positieve dingen erin.